Moreno. Goeie bal op Van der Velde. En de kans voor AZ. En wat scheelt het? Bijna nummer 12 voor Mounir El Hamdaoui. Zo krijgt AZ toch een aantal kansen in de eerste helft om die 1-0 weg te poetsen. Mendes. De Zeeuw. Mendes. Pelle. El Hamdaoui. Kans voor AZ. Begin van de tweede helft. Hij zit erin. Hoe kan die bal erin? Die kan er helemaal niet in. Hij zit er wel in. Dat is 12. El Hamdaoui. En die jonge doelman Kenny Steppen laat die bal toch in die hoek in de doel gaan. El Hamdaoui. Daar staat Steppen. Hij schiet hem wel loepzuiver en keihard geraakt in de goal. Wat een doelpunt. En wat een slecht nieuws afgelopen week. Dat hij niet voor Oranje, maar voor Marokko kan uitkomen. Althans voor Nederland. Want hij zou zo in het elftal van Bert van Marwijk mee kunnen. Daar kan geen twijfel meer over zijn. Holmen. Bal is bijna te kort. Mooi Sander. Pelle. El Hamdaoui is dan niet ver. Als je de een ziet, zie je de ander ook. De Zeeuw. Gaat hem meegeven naar Holmen. Holmen. Pelle. Holmen. En een goal via de binnenkant van de paal is het. De invaller van AZ. Die het team na 12 minuten in de tweede helft van een 1-0 achterstand. Met een tussenfase dat wel nu op een 1-2 voorsprong brengt. Dan kantelt de wedstrijd in het eerste kwartier van de tweede helft. Mooie aanval. De Zeeuw. Pelle als aangever. Holmen keihard. De bal in de hoek. Raakt zelfs nog de paal. Onbereikbaar voor Kenny Steppen. Die kan daar niets aan doen. De koploper heeft nog geen zin om daar afscheid van te nemen. Vrije trap van Rienen. Dingsdag bij de tweede paal. Sibon zorgt altijd voor afleiding. Door Dingsdag. Dat is Grindheim die nog voor Dingsdag opdook. AZ met countermogelijkheden. El Hamdaoui en de Zeeuw. En er is geen buitenspel. De Zeeuw en de topscorer in het centrum. De Zeeuw krijgt hij hem op maat. Dan krijgt hij El Hamdaoui en prima verdedigd. Feyrine. Goed gedaan door die Finn die achtervolgde. Nou, wat een snelle counter van AZ. Romero. Pelle. Holmen. El Hamdaoui. Pelle, het gaat snel. Holmen. Wat een aanval. Holmen en nu El Hamdaoui. Ai, 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 ai. Goed verdedigd zeg. Achterin bij Heerenveen. Christian Bak Nielsen. Als hij dat niet doet, dan kun je er weer een streepje bij zetten. Steppen. Lever de bal in. De Zeeuw. De Zeeuw kan doorlopen. De Zeeuw. De Zeeuw. En dan die doelman eruit. En dan Pomignoni. Hier is het raak. Fout van Kenny Steppen. De keeper van Heerenveen. Oh, oh. Die jongeling die de voorkeur krijgt boven Van den Bussen heeft deze goal op zijn geweten. En zijn landgenoot Pogognoli maakt de derde goal. Zomaar inleveren bij De Zeeuw. En dan via diezelfde Steppen, maar dan kan hij weinig aan doen. Is het Pogognoli die de bal inschiet. En wie raakt die bal dan nog aan? De Zeeuw niet, dus is het geen buitenspel. Steppen, Steppen. Pakt AZ weer de kop van de ranglijst. We horen het van Filip Koken. Moreno. Pelle staat zeker niet buitenspel. Pelle doet er wat lang over. Maar hij komt toch nog tot een schot. En Bosker redt. Van der Velde. Mooi vrijgespeeld. En de kans is er voor Pelle. En dan even voor El Hamdaoui. En dan staat Pelle buitenspel. Het is hem niet gegund, een doelpunt voorlopig. Maken. Zwets. De Zeeuw op El Hamdaoui. Martens. Die is goed in vorm de laatste weken. En daar is Ari. Het zal niet waar zijn. Maar het is wel waar. Pelle scoort maar niet.
En zijn vervanger, noodgedwongen Ari, doet het vrijwel direct. Na die uitstekende voorzet van Martens. AZ leidt. Moreno. De Zeeuw. Tiote zit nu mis en daar is de kans voor El Hamdaoui. En dan weet je bij voorbaat al dat het raak is. Een doelpunt waar AZ dit seizoen het patent op heeft. Geen sprake van buitenspel. Eén keer raken De Zeeuw door op El Hamdaoui. Zijn 13e van dit seizoen. 2-0 AZ. Twee treffers binnen 3 minuten. Het is niet voor het eerst dat hij als bezoekend trainer op de bank zit in dit stadion. 3 jaar geleden was hij hier als trainer van Middlesbrough. Speelde hij 0-0 tegen AZ in de groepsfase van de UEFA Cup. Mendes komt voor Tiote, die geblesseerd blijft liggen. Mendes is er ondertussen vandoor met de bal. En die schiet met links. En dat was bijna de 3-0. Hakje van Martens op Pocconioli. El Hamdaoui glijdt weg. Mendes ook nog aan een hakje. En daar is Ari. AZ speelt buitengewoon goed. En had de wedstrijd hier al op slot kunnen gooien. Eerst via Mendes. En later via Ari. Hersi braaf uit. Misverstand bij Twente. Mendes is er vandoor met de bal. Elia verdedigt terug. El Hamdaoui jaagt door. Van der Velde. Het is nu een hele open wedstrijd. De Zeeuw. El Hamdaoui, is hij er op tijd? Bosker is een goal uit. En daar is de goal van Ari. Wie had er vooraf toch kunnen denken dat dit de middag van Ari zou worden? Die zou voor onnozel zijn versleten. Daar valt een gat in de defensie van Twente. Bosker moet eruit. En dan doet El Hamdaoui alles goed. Nu in de rol van aangever. Niet te missen voor Ari. 3-0 AZ. Langs de kant wint McLaren zich geweldig op. Alsof deze wedstrijd nog te redden is. Het is al lang gespeeld. Maar een mentale oppepper kan Twente zeker gebruiken. Ari speelt Douglas uit en probeert het heel fraai. Ari heeft het op de heupen. Douglas laat zich uitspelen. En een bijzonder mooie redding, ook dat dient gezegd te worden.